De Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren, SVWR, is vandaag officieel gestart met de 6e Wiskunde Olympiade 2018. De Fayalobby-wedstrijd, de voorronde waaraan landelijk ruim 2633 leerlingen deelnemen, is vandaag begonnen op de Hendrikschool. Er is voor deze school gekozen omdat Shofar Snow, leerling van deze school, vorig jaar de eerste prijs van de Wiskunde Olympiade 2017 heeft gewonnen. De bedoeling van de vereniging is dat de school die de winnaar levert, het daarop volgend jaar in aanmerking komt voor de officiële start. De voorzitter van de SVWR, Ewald Levens, geeft aan dat ongeveer 50 leerlingen van de Hendrikschool deelnemen aan de Olympiade. 70 MULO-scholen doen mee aan de Olympiade. Vanaf vorig jaar doet ook de derde klas van het Hoogedoren Lyceum mee, evenals leerlingen van de vierde klas van het MULO van alle 10 districten. Levens zegt verder dat het niet zozeer gaat om het winnen van de prijzen, maar de vaardigheden die bij het vak wiskunde horen bij te brengen. Zoals het stimuleren van het logisch beredeneren en denken. De vereniging heeft verder als doel te waken over de vakken wiskunde en rekenen. De SVWR-voorzitter benadrukt dat de creativiteit binnen de wiskunde ook wordt gestimuleerd. Wat belangrijk is, zegt hij, is dat de toetsen die zij krijgen niet de traditionele sommetjes zijn, maar puzzels die opgelost moeten worden. Daarvoor moet je creatief zijn en logisch kunnen denken. 4 augustus vindt de finale ronde plaats. Slechts degenen die redelijk goed gescoord hebben, zullen doorstromen naar deze ronde die op de Anton de Kom Universiteit wordt gehouden. De prijsuitreiking vindt plaats in het Self-Reliance Auditorium. Self-Reliance is vanaf het vorig jaar de hoofdsponsor van de Wiskunde Olympiade.